Wat jammer. Maar ja, goed. Lorena Klein. Ik ben Odessa van Mixfight. Ik sta hier met Lorena Klein, die denk ik de eerste is die haar comeback maakt binnen Glory. En ook nog als debutant, als 32-jarige veteraan binnenkomt. Hoe is deze deal tot stand gekomen? Wauw. Ik ben gewoon gebeld, eigenlijk. Ja, ik ben gewoon gebeld door Glory en die vroeg, wil je vechten? Ja, ik wil altijd vechten. Dus dat was heel makkelijk, ja. Is goed. Want je hebt een tijdje stilgelegen. Je laatste partij was tegen Melanie Geugjes tijdens Infusion. Klopt dat? Nee, dat is het laatste wat we van je weten eigenlijk. Nee, dat is dus niet helemaal waar. Ik heb tussendoor echt wel gevochten, maar ik vecht steeds en dan leg ik mijn handschoenen weer neer. Dus ik heb steeds twee partijen in een jaar gedraaid, dus totaal geen wedstrijdritme. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal, maar ik ben nooit gestopt. Ik ben altijd aan het trainen, altijd aan het lesgeven. En tussendoor af en toe een partijtje. Af en toe een partijtje. Ja. Doe je eventjes tussendoor. Wat voor geef van deze partij dan? Want ja, weet je iets van je tegenstander? Nee, ik weet dat ze kan kickboksen. En wat ga je zelf doen? Ik ga slopen. Ja, we zagen al een hele visjes Lorena bij de Stairdown. En je kwam er echt goed in. Het ziet eruit alsof je dit dagelijks doet, zo boos kijken. Maar nu sta je hier met een dikke smel. Hoe zit dat? Ja, nou weet je, ik heb het hier de laatste tijd best wel vaak over dat ik een balans aan het zoeken ben tussen de Lorena die ik nu ben. Weet je, ik ben gewoon, gewoon heel, best een leuk persoon. Maar op het moment dat ik het vechten inga, stairdowns inga, ik verander echt in een monster. Een beetje psychopaatje, ja. Gewoon pitbull. Ja. Die zijn ook lief. Als je ze goed opvoedt. Dat is gebeurd. Ik ben heel erg benieuwd naar je partij, want ik heb niet veel van je gezien. Het is eigenlijk een comeback. Wat zie jij hierna? Het hangt er een beetje af van hoe ik vecht natuurlijk. Of Glory mag het houden of niet. Ik blijf in ieder geval wel trainen. Ik heb namelijk nu een nieuwe trainer ook sinds kort. Ik train bij E10 training. En wat hij met mij doet is mentaal, fysiek, ik groei. Dus voorlopig ben ik er nog. En of het bij Glory is of ergens anders. Ik ga natuurlijk voor Glory. Maar ik ben er voorlopig nog even. Dankjewel.